Dat is niet het geval. Dan wil ik u graag vragen wie van u voor dit voorstel is. En ik hoop ook dat ze het functioneren van de raad zo positief weten te beïnvloeden dat daarna ook allerlei jongeren actief willen worden in de gemeenteraad. Want dat is nog, als ja, jullie hoeven het niet zelf te doen, maar dat is van nog groter belang, denk ik. Want we moeten wel een weerspiegeling van de maatschappij zijn. En we hebben weinig jongeren in de raad. En wie van u is tegen dit voorstel? Dat betekent dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen. Hartstikke goed. Een afvaardiging van de jongerenraad die zo even door u in het leven is geroepen is aanwezig. Paul Teuny, Sophie Teuny, Sophie Bijl en Nienke Veurink, als ik het goed heb. Of jullie even naar voren willen komen. Want wij willen wel eventjes met elkaar stilstaan bij dit heugelijke moment dat er in Almelo nu een formele jongerenraad is. De raad heeft een besluit genomen. Ik denk dat jullie gehoord hebben hoeveel... Ja, de voorzitter moet er voorop lopen. Ja. Dat jullie gehoord hebben hoeveel waardering er is voor het feit dat jongeren uit onze gemeente, uit onze stad en uit de dorpen die bij onze gemeente horen, zich willen inzetten voor participatie van jongeren. Ik zeg het vaak in de contacten die ik met jongeren in de stad heb, dat in deze zaal gesproken wordt over jullie toekomst. En dat het juist daarom zo van belang is dat jongeren actief zijn in zo'n jongerenraad en zich ook stevig tegen dat stadsbestuur aanbemoeien. En dan willen zij allemaal foto's van jullie maken. Nou ja, het is rond juni vorig jaar is de jongerenraad echt begonnen en we zijn nu dus echt geïnstalleerd. Dus het heeft nu ongeveer iets meer dan een half jaar geduurd. Kijk je er naar uit? En wat verwacht je er eigenlijk van? Nou, ik kijk er zeker naar uit. En we verwachten dat wij veel kunnen doen en veel adviezen kunnen geven aan de gemeenteraad, zowel gevraagd als ongevraagd. En dat wij verder ook gewoon onze eigen projecten kunnen opzetten. Gevraagd of ongevraagd, maar dat is dan een advies wat zwaarwegend is. Maar het zou ook maar zo kunnen dat het onder in de la verdwijnt. Ja, dat kan zeker, maar wat wij hebben begrepen vanuit de gemeenteraad is dat zij zeker zullen meenemen wat wij in onze adviezen aangeven.